Goedemorgen allemaal, welkom bij de tweede dag van Vlogmas. Ik heb besloten om de intro's voor de video te plaatsen. Omdat dat gewoon wat leuker effect geeft. En ik vind het allemaal even wat leuker, dus het ligt er een beetje aan. In ieder geval, goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En ik merkte dat ik gisteren vergeten ben de datum neer te zetten. Maar ik dacht, weet je, 1, 2, 3, 4, 5. Dan zullen jullie het vast wel weten. In ieder geval, welkom bij de tweede dag. Het is vandaag... Wacht even, kijk, ik ben alweer druk bezig. Het is de tweede dag vandaag. Ik ben al aangekleed. Ik heb vandaag dit blouseje aan. Ik weet niet meer wat voor zaakje dit komt, maar het leek een soort tweedehands zaakje. Hij is echt super, super cute en ook wel een beetje sexy. Dit is voor de broek. Ik doe mijn witte schoenen er zo onderaan. En ik ga een klein beetje make-up op doen. Waarschijnlijk doe ik alleen mijn wenkbrauwen een beetje en iets op mijn lippen ofzo. Want ik heb niet zoveel zin om een full-on face make-up te doen. Maar ik ga dat toch nu eventjes gauw doen. En dan ga ik even gauw eten, spullen pakken. En dan moet ik om 9 uur al bij mijn oma zijn. Dus we gaan zo ook alweer vertrekken. Kamer, mijn adventkalender openmaken. Ja, doe ik. Oké, nummer 2. Twee. Ja, een lange. Ben benieuwd. Ik hoop dat ik hem vandaag wel open krijg. Gisteren kreeg ik hem namelijk helemaal niet open. Je krijgt ze echt heel lastig open, die deurtjes. Ja, ik haal ze er toch af, dus... Zo. We hebben vandaag... Oh, dit is zo'n ding. Kijk of ik hem eruit kan halen. Kijk. Dit is zo'n ding om tussen je... Nee, volgens mij gebruiken ze dit wel vaker voor de teennagels. Om je nagels zo te lakken. Dat ze uit elkaar blijven. Ah, oh, ja. Nou, kijk. Dat is toch wel weer leuk. Dan gaan we nu door naar de adventkalender van mijn pa. Want het is weekend, dus die kunnen we gewoon lekker in de ochtend doen. Oké. Hoi, Jaffan. Dus ik maar aan te kijken. Ja, ik zie jou aan te kijken. Dag nummer 2. Ja, ik word beroemd, hè. Ik heb al die 40 vloggers kijkers. Geen geduld voor ballet. Ga dan maar snel naar het keukenkastje. Welk bed? Naar het toilet. Ik weet niet, je moet zo maar gaan kijken. Dat ken ik ook nog. Geen geduld voor ballet. Ga dan maar snel naar het toilet. Een tube vaseline. Misschien kan ik het gebruiken. Ik weet het niet. Aan bij je zal. Ja, was het daar? Zit dat? Bergamot. Amot. Was dat wel? Oh, de toilet. Oh, de toilet op. We moeten hem in de dop spuiten, dan kun je ruiken. Ja. Erin. Nou, kunnen we door.
Goed, hè? Ja, dankjewel. Nou, dag 2. Heb je toevallig ook nog ergens deodorant verstopt? Dat zie je de komende 23 dagen nog. Goed, iedereen en alles is ingepakt. Ik ben ingepakt. Ik heb deze jas aan van de... Deze volgens mij deze van de Leeuw aan. Dus een jack. En ik heb mijn blouseje lekker hoog opgedicht. Omdat ik het anders waarschijnlijk wat kouder ging krijgen. Ik heb deze jas dus aan. Ik heb deze blauwe sjaal er lekker zo overheen. Om nog een beetje wat kleur toe te voegen. Dus ik zou zeggen, let's go! En het zit lekker, maar comfykleding is toch echt de best. Ik ga me even omkleden en daarna ga ik jullie laten zien wat ik allemaal op de Winterfair heb gekocht. En ja, jullie gaan het gewoon allemaal zien. Ik ga me eerst even lekker omkleden, want dat is wel nodig. Oké, goed. Ik ben omgekleed. Ik heb lekker een t-shirt aangedaan en comfy pyjama broek. Heerlijk gewoon. Ik ben net begonnen met het kijken van Zoe's allereerste vlogmas video en de intro. I love it. Echt geweldig. Elk jaar haar intro's zijn zo perfect. Zo mooi. Zo gezellig. Maar goed. Ik ga jullie alles vertellen en laten zien. Allereerst. Misschien zie je het hier. Ik heb dit lampje van mijn ouders gehad. Ik kwam binnen en het stond hier. En ik dacht. Oh, wauw. Maar dit geeft dus dingen aan het plafond. Kijk. Leuk is dat, hè? Ik vond het echt super schattig. Ik zet jullie een beetje schuin neer. Ik heb jullie namelijk op kussen staan en een dekbed. Moet creatief zijn. Goed, allereerst heb ik deze tas van mijn oma gehad. Namelijk mijn neefje kreeg een aantal dingetjes van mijn oma. En toen vond mijn oma... Kijk, ik ben het daar op zich niet mee eens, want het maakt me gewoon niet uit. Maar toen vond mijn oma van... Joh, weet je, je bent ook mijn kleinkind. Kan ik jou niet achterhouden? Dus ja. Toen heeft ze voor mij deze tas gekocht. En ik vind hem zo leuk. Het is een rugtas. Ik wilde hem eerst zelf kopen. Maar toen zei mijn oma, nee, je krijgt hem wel van mij. En toen dacht ik, oh, dat is zo lief.
Hij is een rugzak. Hij heeft twee vakken. Hij lijkt heel groot, maar dat valt heel erg mee. Hij heeft een groot vak en een wat kleiner vak. En dit voorvakje is ook nog een vak. En er zijn allerlei leuke studs op. Ik vind ze heel leuk, omdat het is rood-wit-blauw. Rood-wit-blauw. En er zit ook nog zwarte studs tussen en gouden. En ik vind hem gewoon heel erg gaaf. Ik had ook helemaal nog geen zwarte rugtas. Ik wilde wel een zwarte rugtas, maar ik wilde hem in eerste instantie zelf gaan halen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dan heb ik... Even kijken, wat ga ik dan laten zien? Nou, de popsocket. Kevin wilde een nieuwe popsocket. Die had een popsocket van mij gekregen, maar die was half overleden. Weet je, soms worden die dingen ook gewoon oud en dan is die gewoon naar vernieuwing toe. Dus die heeft een nieuwe popsocket met, wat was het, watermeloentjes erop. Vond hij leuk. Ja, prima, ik heb hem laten kiezen. En toen zag ik deze popsocket. Ja, ik zag hem niet in eerste instantie. Kevin zag het. En toen dacht ik, wat? Die moet ik meenemen. Misschien kennen jullie mij daarin wel, maar ik ben heel erg gek van olifanten. En toen zag ik deze. En toen kon ik hem natuurlijk niet laten liggen. Dus ik heb hem meegenomen en zo duur was hij ook niet. Dus dat is één. Dan heb ik iets op mijn arm zitten. Namelijk, we zagen tegenover de toiletten stond een kraampje met telefoonhoesjes die je kon graveren. Supermooi, kwam er supermooi uit. Mijn telefoon zat helaas niet tussen, maar ja, ik heb toch pas een nieuw hoesje aangeschaft, dus waarvoor zou ik zo'n hoesje aangeschaffen dan? Kevin zag wel een hoesje voor zijn telefoon, maar mijn tante zegt ook wel, als jij binnenkort, of weet ik het wat, over een jaar een nieuwe telefoon krijgt, want hij heeft echt zo'n oud telefoontje van mijn tante, waar hij spelletjes op speelt en YouTube op kijkt. Maar als hij dan een nieuwe telefoon krijgt, dan heeft hij ook niks meer aan het hoesje. Dus dat hebben we niet gedaan. Maar hij bleef elke keer teruggaan als we naar het toilet gingen. Van, oh, dat is leuk en ik vind het toch echt leuk. En toen liep ik een stukje verder op hetzelfde kraampje aan de linkerkant. Toen kwam ik armbandjes tegen die ik kon laten graveren. En toen dacht ik, dat is eigenlijk ook wel heel leuk. Dus hij liet hem zien en dat vond hij helemaal geweldig. Dus toen heb ik gezegd, joh Kevin, het mag. En toen mocht hij kiezen uit kleurtjes. Kevin heeft een effen blauwe. Ik zal zo even een foto in beeld laten komen. En ik heb deze. Hier staat ook mijn naam op. Kim. Kun je het een beetje zien? Anders zien jullie het in de foto. En het heeft dit bandje. Je had ook gewoon effen zoals Kevin had. Maar ik vond dit toch wel iets mooier. Alleen, hij lijkt misschien klein. Maar ik heb van die hele dunne polsjes. Dus het past bij mij gewoon niet. Oh, wacht even. Ashley Bells. Hallo? Ja, ik wilde je toch even bellen. Ik had je allemaal berichtjes gestuurd, maar je reageert. Oh, nee. Ashley die gaat vanavond naar het concert van Weden. En ik zag haar zitten. In de kou. Toen dacht ik, oh, dat vind ik echt zielig. En ik liep daar lang, want ik was natuurlijk ook in Ahoy. Dus toen had ik mijn sjaal afgegaan. Ik dacht, ja, hou maar bij. Ik ben zo zielig. Oh, even kijken, waar waren we? Goed, en dan had ik de onderzetters natuurlijk nog. De onderzetters heb ik voor mijn ouders gekocht. Onderzetters met grijze roodstaarten hadden ze helaas geen twee van. Dus dat vond ik heel jammer. En toen zag ik andere papegaaien. Ik denk, nou, dat is ook wel leuk. En weet je, ik zag die onderzetters. Ik denk, oh my god, dat is zo leuk. Mijn moeder wilde namelijk de onderzetters beneden gaan verwisselen. Want ze heeft onderzetters uit San Diego. Die heeft een vriend van mijn moeder opgestuurd en die woont daar. En mijn moeder die vindt het heel zonde, want ze gaan die heel erg verkleuren. Dus dat vindt ze heel zonde. Dus ze wilde eigenlijk andere onderzetten, zodat ze deze niet helemaal tot een nok toe gaat verzieken. Want ze verroesten een beetje, omdat ze de drinken wel eens opgelekt wordt of zo. Of je doet het af. Dus die wil ze nu apart gaan houden. Dat ze toch nog wel heeft, maar dat we ze niet meer gebruiken. En toen dat ze deze onderzet, toen dacht ik, perfect om nu te gebruiken en te verwisselen. En het was helemaal niet zo duur allemaal. Dus die heb ik ook meegenomen voor mijn ouders. Dus ik heb eigenlijk voor mezelf maar twee dingen gekocht. Zelf, de armband en de popsocket. En de rest heeft mijn oma allemaal voor me, tenminste mijn oma heeft de tas dan gedaan. En dan heb ik de onderzetters voor mijn ouders gedaan. En dat was het. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Het was heel mooi daar te zien. Het was heel moeilijk filmen, want het was heel erg druk.
Liepen mensen voor me, naast me, achter me. Als ik ergens langs moest, dan duurde het een kwartier voordat je ergens doorheen was. Maar het was heel erg leuk. Ik ben nog nooit bij de Winterfair geweest. Ik ben wel blij dat ik gegaan ben. Het was heel erg leuk. Het was maar 12 euro intree of zo. 11, 12 euro intree. Dus ja, het was echt heel erg de moeite waard. Dus willen jullie volgend jaar ook gaan? Morgen is het nog. Maar ja, dat heeft natuurlijk geen zin, want deze vlog komt de laatste dag online. Willen jullie ook gaan? Is het echt de moeite waard volgend jaar dan tenminste? Dus ja, ik raad het zeker aan. Het was heel erg leuk. Het was een leuke ervaring. Het was heel gezellig. We hebben er dik van een uurtje of 11 tot 3:30 rondgehangen. Dus best een hele dag. En ja, ik voel mijn voeten nu best wel. Dus ik ga lekker mijn gemak houden. Ik heb ook nog niet gegeten en het is al 6:30. Ik ben net thuis. Dus dat ga ik ook even doen zo. En dan ga ik gelijk deze vlog editen. Want ik ga waarschijnlijk eten, tv kijken en slapen. En morgen komt er een hele speciale dag. Waarvan ik nog niet in veel informatie mag loslaten. Maar ik heb wel al groen licht gekregen dat ik mag filmen morgen. Dus ja, jullie gaan het allemaal zien. Ik vind het heel spannend. Ik heb er heel veel zin in. En jullie zien het morgen allemaal. Bedankt voor het kijken allemaal. Naar de tweede dag van Vlogmas. En ik zie jullie morgen. Tot morgen. Doeg. En doe natuurlijk wel het blauw duimpje omhoog, hè. Hoe meer blauwe duimpjes, hoe beter. En abonneer als je nog niet geabonneerd bent natuurlijk. Tot morgen.